Boer Richard staat op de rand van bekendheid vanwege zijn deelname aan Boer zoekt vrouw. De lang uitziende man had veel opties, hij ontving behoorlijk wat brieven. Maar degene die u schrijven, krijgen mogelijk te maken met een criminele buurman. Richard zei dat hij door zijn buurman van 75 hectare land was beroofd. Hij nam de tractor mee het veld in, zaaide de zaden en zei, nu is hij van mij. We hebben aangifte gedaan bij de politie, maar die durfde hem niet aan te raken. Volgens Richard zijn zijn buren zeer rijk en hebben ze goede connecties. Hij heeft lange tijd in de gevangenis in Nederland doorgebracht. Richard vertelde ook over de schoonheid van waar hij woont, hij sprak met passie en trots. Ik heb een functie aan het einde van het vakgebied waar je het hele bedrijf over ziet. Zoals je daar in de lente staat, in korte broek, met de aangename temperatuur, de zon en strak blauwe lucht en de bergen op de achtergrond. Dan geniet je echt van alle bloeiende gewassen. Het bruist, bloeit en ruikt heerlijk fris. Als de spuiter langskomt om de planten te verzorgen, voelt het soms echt als vakantie. Ik vind het vooral leuk dat voor mij geen dag hetzelfde is. Ik hou van afwisseling. Ik werk graag op kantoor, maar ga ook graag de natuur in. Kijk dan naar de jongens, de machines en de gewassen. Không có ngày nào giống ngày nào đối với tôi. Tôi thích sự đa dạng, tôi thích công việc của mình và văn phòng, tôi thích ra hiện trường, sau đó ngắm nhìn các chàng trai và các máy móc của mình.